Het Eco-Runner Dream Team van de TU Delft is erin geslaagd om het bestaande wereldrecord van een door een waterstof aangedreven auto te verpulveren. De succesvolle bouwers, twee van hen, zijn hier in de studio van Omroep Delft om te vertellen hoe ze het huzarenstukje voor elkaar hebben gekregen. Nou, allereerst hartelijk gefeliciteerd namens Omroep Delft. Dankjewel. Bij ons in de studio zitten Eliane van Boxsel. Eliane van Boxsel, en welke studie doe jij? Ik heb mijn bachelor civiele techniek afgerond en daarna ben ik begonnen aan mijn jaar Eco-Runner. Kijk eens aan. En naast jou zit Julian de Klerk. En welke studie doe jij? Ik heb de bachelor gedaan in Life Science Technology. Life Science? In biotechnologie. Oké. En ja, hoe rol je dan in zo'n... Want je zit in een dream team, hè? Ja. Ja, hoe rol je daarin? Julian, ik begin bij jou. Ja, goede vraag. Want biotechnologie is niet, heeft niet heel veel te maken met auto's maken. Maar toch, binnen bepaalde functies heb je daar mooie plekken. En je solliciteert op een functie en uiteindelijk word je daarop gekozen of niet. En jouw functie in het Dream Team, wat was die ook alweer? Een functie is teammanager. Dus jij was eigenlijk... Het algemene overzicht het van het team en eindverantwoordelijk van het project. Ja. Ja. En jij deed meer de PR, hè, als ik het samenvat. Ja, ik was dit jaar operations manager. Dus wij waren heel erg bezig met hoe brengen we de boodschap van Eco-Runner duidelijk kenbaar aan de buitenwereld. Ja. En dat deden we aan de hand van events... maar ook social media, persberichten uitsturen. Ja. En allerlei dat soort dingen. En wat voor doelstellingen had je? Ik bedoel, hoeveel geld of zo moest je binnenhalen? Of hoeveel sponsoren? Ja, we hebben best wel wat partners in totaal. Ik weet niet precies hoeveel het er zijn. Zo'n auto maken kost best wat geld. Hoeveel? En we hebben ook, hoeveel kunnen we niet direct op ingaan. Maar we hebben hard ons best gedaan dit jaar om het... allemaal rond te krijgen en dat is ook heel mooi gelukt. Dus netjes. Daar zijn we heel blij mee. Ja. Netjes. En Julian, neem ons eens mee naar de wedstrijd. Ja, het is een testbaan in Zuid-Duitsland, bij de I-Mendingen testbaan. Ja. We zijn daar naartoe gereden met waterstofauto's die al gewoon op de weg kunnen rijden. En dan kwamen we daar aan, de auto uitladen uit ons aanhanger, check of alles oké is. En de eerste dag was eigenlijk vooral rondom kijken of alles oké is en dan eventueel testrondje rijden op de baan. Om ook de baan te checken. Ja. En dat voornamelijk. En dan na de hele testdag, dan was het de volgende dag het moment na. En dan konden we eindelijk beginnen met de echte officiële poging. En wat voor baan was het? Het is een testbaan. Heuvels of... Nee. We hebben het zo gekozen dat die zo efficiënt mogelijk is. Ja. Dus het was een baan met een vrij lange rechte weg. En dan in de bochten heb je een banking, noemen ze dat, waardoor je eigenlijk bijna banking, niet... Wat is dat? Ja, dat is een bepaalde hoek in de baan. Oh ja. Daar hoef je bijna niet te sturen. Dus dat is, hoe minder sturen, hoe beter voor de efficiëntie. Ja, inderdaad. Dus zo hebben we hem uitgekozen van alle banen over heel Europa om een goede baan te hebben. Je wist natuurlijk dat je naar deze baan toe ging, dus je kon je daarop voorbereiden. Ja. En hoe heb jij het ervaren zo bij de wedstrijd? Want PR, ben je daar ook nog bezig dan met PR? Of hoe gaat dat? Ja, eigenlijk deden we ook heel erg de communicatie. Dus we hadden bijvoorbeeld communicatie met de driver in de auto. Daar was ik heel erg druk mee bezig. Ja. En ik heb ook nog een aantal rondjes zelf in de auto gereden. Dus dat was ook heel bijzonder. En... Voor mezelf was het gewoon een heel bijzonder moment, omdat we met z'n allen daar een jaar lang naartoe hebben gewerkt en alles kwam nu eigenlijk samen. Ja. En dat is dan gewoon heel bijzonder om mee te maken dat alles op zijn plek valt eigenlijk. Ja. En dat het ook goed gaat en dat we het ook hebben gehaald was heel bijzonder. Ja. Want je zegt dat alles goed gaat. Waar waren jullie dan het meest bezorgd om? Wat mis zou kunnen gaan bijvoorbeeld, Julian? Ja, je hebt natuurlijk, je doet je best om zoveel mogelijk voorbereid te hebben als er iets fout gaat. Maar er zijn altijd... ik denk dat je het meest bezorgd bent om de dingen die je niet hebt voorbereid. Dus uiteindelijk kan er altijd iets gebeuren waardoor je opeens staat met denkt... Ja, nog even een voorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, noem maar wat geks. De waterstoftanks die niet goed zijn opengedraaid of iets dergelijks. Nou reed je op waterstof. Hè? Dat klinkt zo als de energiebron van de toekomst. Maar als jullie kijken naar de efficiëntie van waterstof... We zijn, in Nederland zijn we bezig, in Korea gebeurt een en ander. In Frankrijk is een experiment met bussen afgeblazen. Hoe kijken jullie aan tegen de efficiëntie van waterstof? Hè? Dus ik heb een bepaalde hoeveelheid energie, dan ga ik omzetten in waterstof en weer omzetten in energie. Kunnen jullie daar iets over zeggen? Wie van jullie twee staat het beste in? Ja, zeker. Ja, ik denk dat wat Eco-Runner heel belangrijk vindt is dat wij echt geloven in een en-oplossing. Mm-hmm. Dus we hebben accu-elektrische auto's nodig... En dat elektrificeren van de wereld. Maar daarnaast hebben we ook waterstof nodig. Je ziet nu bijvoorbeeld ook al dat het elektriciteitsnet redelijk vol begint te raken. En als je dat elektriciteitsnet blijft verder ontwikkelen en parallel daaraan een waterstofinfrastructuur ontwikkelt, dan kan je het beste zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk naar een emissieloze samenleving toewerken. Okay. Dus ik denk eigenlijk dat dat en heel erg belangrijk is. We moeten niet oplossingen gaan uitsluiten. We moeten niet waterstof gaan uitsluiten. We moeten ook niet elektrificeren gaan uitsluiten. Maar we hebben ze beide echt nodig om zo snel mogelijk naar een emissieloze samenleving toe te werken. Ja, ja. Ja, en om bijvoorbeeld ook een voorbeeld te noemen. Je hebt nu vaak als er heel veel wind is, dat de windmolens hard draaien. Maar dat op het moment het elektriciteitsnet vol zit. Ja. En dan de energie die de windmolens eigenlijk genereren, gaat dan verloren. Doordat het elektriciteitsnetwerk gewoon vol zit. Ja. En als je die energie weer omzet in waterstof, heb je nog een extra opslag voor elektriciteit. En dat kan je dan later weer terugzetten in elektrische energie om huis bijvoorbeeld mee te belichten en te verwarmen. Dus ik denk dat dat ook een hele belangrijke rol is voor waterstof. Ja, om even daarop in te haken inderdaad. Die windmolens staan nu gemiddeld 70% aan en dan 30% dus niet per se, terwijl er wel genoeg wind is. En dat komt dan voornamelijk dus door dat elektriciteitsnet wat bijvoorbeeld te vol zit. Ja. Terwijl je wel gewoon die energie zou kunnen produceren van de wind. Ja, dus ja, dat, en die kan je dan mooi gebruiken. Ja, ja. Want vorige week het Hydro Motion Team hier is ook met waterstof bezig. Dus het is nou wel goed, ja. 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 Nog een andere vraag. Zo'n dreamteam, hoe past dat in je studie? Is dat een tussenjaar of is dat parallel? Hoe moet ik dat zien? Ja, dat is echt een tussenjaar. Dus ja. We hebben een paar parttime studenten en een paar fulltime. Dus er waren dit jaar 8 parttime en de rest was fulltime. Oh ja. Zijn in totaal met z'n 24 dit jaar. 24 mannen en vrouwen. Ja. En wij waren dan allebei fulltime en hebben echt een jaar onze studie stilgezet. En om ons jaar fulltime op Eco-Runner te focussen. Maar hoe moet dat nou in september weer dan? Ja, in september ga ik aan mijn master beginnen en jij gaat dan ook weer verder met je master. Ja, ja, met volle zin. Ja, wat gebeurt er dan met de huidige auto? Goeie vraag. Nou, in principe wordt die ten eerste altijd door het nieuwe team gebruikt om te kijken wat wij dit jaar nou hebben gedaan. Hoeveel teams zijn er geweest totaal? Dit is het 13e team. 13e al? We gaan naar het 14e. Ja. Ja. Dus, we gaan kijken naar de auto. Wat wij hebben gedaan daarbij. En dat is goed voor hun om ook een beetje te experimenteren en te kijken van hoe werkt het nou. Ja. En vervolgens, als zij er ook mee klaar zijn, dan gaat hij naar mogelijk een van de partners, een museum, om iets meer te tentoonstellen en ook aan mensen te laten zien van wat er nou een jaar is gebruikt of gedaan. Dus er wordt wel iets mee gedaan dan? Ja, nog. Niet dat het in de kelder staat verstopt. Dat zou zonde zijn. Nee. Als je dat terugkijkt op het jaar, wat zijn dan de 3 belangrijkste dingen die je echt waar je ontzettend dankbaar voor dat je die geleerd hebt? Eliane? Sowieso. Jij benoemde het in het begin al een beetje hoe belangrijk het is dat je goed communiceert met z'n 24e. Dat is denk ik echt iets waar wij allemaal heel veel van hebben geleerd. Ja. En waar je nog meer heel dankbaar voor bent is dat je echt toewerkt naar iets waarvan je het gevoel hebt, dit is echt maatschappelijk relevant. En dat je dat ook mag doen met eigenlijk 23 hele goede vrienden. Ja. En daar een heel bijzonder moment mee neerzet en een wereldrecord behaalt. Ja. Is wel iets waar ik heel positief op terugkijk en waar ik heel veel van heb geleerd. En echt nooit meer ga vergeten. Nee. Dus dat is wel... En welke tip geef je dan aan de mensen van het Dreamteam volgend jaar? 1 tip. 1 tip. Ja, geniet wil ik eigenlijk bijna zeggen. Zelfs. Omdat het zo snel gaat en het wel zo leuk is. Ja. Hoe is dat voor jou, Julian? Wat was het meest leerzaam voor jou? Dit jaar echt wel hebben gezien hoe leuk het is als iedereen de moeite erin stopt wat er dan uit kan komen. Dus dat houdt in dat iedereen er hartstikke voor gaat en allemaal hartstikke gemotiveerd is en enthousiast is. En dat je dan ook ziet wat daadwerkelijk resultaten van zijn en welke mogelijkheden er wel eigenlijk allemaal niet zijn wat je wil doen, zeg maar. Dus ik denk dat wel ook heel leuk is om te zien van dit jaar. Ja. Welke tip geef jij aan jouw opvolgteam? Ik denk, ik zou zeggen, ga er gewoon voor en droom groot. Droom groot, dus vind ik mooi. Ja. Eliane, Julian, ontzettend bedankt voor een zeer inspirerend interview. Met een mooie inkijk wat jullie het afgelopen jaar gepresteerd hebben. En we wensen jullie vanuit Omroep Delft heel veel sterkte in september. Dankjewel. Dank u wel. Een wereldrecord verbeteren doe je niet elke dag. Het geweldige Eco-Runner Dreamteam van de TU Delft heeft na een jaar hard werk laten zien waarin Delft de beste in de wereld is. Omroep Delft was erbij om de wereldrecorders te feliciteren. Dank u voor het kijken. Tot de volgende keer.